Lieve zusters en broeders, deze week beginnen de nationale voorleesdagen. En toevallig horen we in de schriftlezingen van deze zondag ook over voorlezen. En beide met grote gevolgen. In de eerste lezing horen we dat de Torah, het boek van de wet, uit het stof tevoorschijn is gekomen waaronder het eeuwig gelegen heeft en aan hele bijeengeroepen volk bijeen wordt geroepen en wordt voorgelezen. Het volk is zo diep ontroerd dat het in tranen uitbarst. Men beseft opeens wat men zo lang gemist heeft. Men heeft honger geleden, geestelijk honger geleden. Nu pas komt men tot de ontdekking wat men gemist heeft. Maar de leiders die zeggen, droog je tranen. Het is alle reden om vrolijk te zijn. We moeten niet droef zijn, niet terugblikken, maar we moeten feest vieren. Juist omdat we weer het woord van God gehoord hebben. Lekker eten met elkaar en ook armen en alleenstaanden als gast uitnodigen. Het herinnert ons dat de kerk soms perioden kent dat het lijkt alsof het woord van God niet meer gehoord wordt en onder het stof komt te liggen. En dan gaandeweg ontstaat er een behoefte aan een revival, een reanimatie door de mond op mond beademing van de Heilige Geest die onze geest moet bezielen. En plotseling gaan dan velen weer beseffen wat we gemist hebben aan troost, aan bemoediging, aan vreugde, aan saamhorigheid rond het woord van God. En één ding is duidelijk, dat ook we in onze tijd dringend behoefte hebben aan de herontdekking en herbeleving van het woord van God als bron van vreugde. Dat we niet het gevoel hebben dat we in een museum teksten van duizenden jaren geleden bewaren en vroom voorlezen, maar dat daardoorheen God zelf nu tot ons spreekt als bron van vreugde. Heb ik u wel eens verteld dat Joodse onderwijzers, als ze kinderen Hebreeuws gaan leren, de taal waarin de Torah is geschreven, en ze leren hen Hebreeuws aan de hand van de Bijbelteksten, aan de hand van de boekrol, dat ze dan eerst rozijntjes op die Hebreeuwse letters leggen. En de kinderen mogen dan die rozijn van de letter afhalen en in hun mond stoppen. Ze proeven als het ware hoe zoet die letters zijn. En niet alleen die letters, hoe zoet het woord van God is. Als je dat als kind één keer ervaren hebt, vergeet je dat je leven lang niet meer. Het is zo jammer als we niet meer beseffen wat een groot wonder het is dat God tot ons spreekt, hier en nu, door de overgeleverde woorden heen, maar niet uit een ver verleden, hier en nu. We horen oude woorden, we horen de stem van gewone mensen uit ons midden die voorlezen, maar daardoorheen spreekt de levende God tot ons. Niet als een echo uit een ver geleden waar we heel ingewikkeld over moeten doen, maar hier en nu in onze eigen oren. Over onze eigen oren gesproken. Dat is precies wat Jezus zegt wanneer hij wordt uitgenodigd om in de synagoge van Nazareth voor te lezen uit de boekrol die hem wordt overreikt. De geest des Heren, leest hij, is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om aan armen de blijde boodschap te verkondigen. En later zegt hij, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. Jezus leest voor. Uit een pergamenten boekrol. Plotseling komen de woorden tot leven. Niet omdat hij zo'n mooie stem heeft, misschien ook wel. Maar daar zat het niet in. Maar omdat hij het woord van God in eigen persoon is. Het woord dat vlees geworden is. En wat in die eeuwenoude letters en woorden geschreven staat, dat staat daar nu in levende lijven voor de mensen. En ze horen, ik ben gekomen om aan armen de blijde boodschap te verkondigen, aan blinden het gezicht terug te geven en verlamden weer te doen opstaan. En daar gaat het om in de Bijbel, in de hele Bijbel. Dat gebeurt waar God spreekt. In al die verhalen en wetten en profetieën gaat het over niks anders als we Jezus goed beluisteren. Heden is dit schriftwoord in uw eigen oren vervuld.
Er wordt niet alleen plechtig voorgelezen, er gebeurt iets waar mensen het woord van God horen. Armen krijgen hoop, blinden gaan zien, lammen staan op. En het woord dat we horen is een en al barmhartigheid. Als het woord van God klinkt, wordt een genadejaar afgekondigd. Een jaar vol genade en barmhartigheid. En u weet, zusters en broeders, dat onze paus Franciscus dit jaar uitgeroepen heeft tot zo'n jaar van genade, tot een heilig jaar. Het jaar van de barmhartigheid. En het is de bedoeling dat we met z'n allen weer het woord van God gaan ontdekken. Als bron van vreugde. Als een stoot op de trompet om weer wakker te worden. En het woord van God als nieuw te horen. Om weer getroost te worden in de vraagstukken en de problemen waar we mee zitten. In onze zwakheid en tekortkomingen. Dat we ons getroost weten en ook zo weer de wereld ingaan. Gesterkt door God zelf. Om vergeving te ontvangen van onze misstappen. En om zelf aan de slag te gaan. En ook anderen te laten delen in onze vreugde en hoop. Door ook anderen te laten delen in onze overvloed. Als we het woord van God horen en we verheugen ons, dan moeten we ook de anderen uitnodigen, horen we al in het boek van de profeten in de eerste lezing. Wat is dat mooi. Als we gaan beleven dat God zo direct tot ons spreekt in onze oren. En in onze harten, dat we de tranen van in de ogen krijgen, omdat we beseffen wat we gemist hebben. En wat missen we al niet in tijd, persoonlijk soms, maar als gemeenschap en ook als wereld. Sommigen zeggen God is dood, maar we horen iedere week het woord van God. Hoe komt het dat we God niet horen als het levende woord, dat ons vervult en van vreugde vervult? Laten we bidden dat dat gebeurt en dat de geest onze geest en die van ons allen aanraakt en weer opwekt. Wat is daarvoor nodig? Eén ding eigenlijk maar. Dat we ons voorstellen dat Jezus nu net zo bij ons is als toen in de synagoge in Nazareth. Horen we niet dat toen de lector uit de Bijbel voorlas en toen de priester het evangelie voorlas, dat de Heer zelf tot ons sprak? We zijn toch geen museumhouders als kerk. We luisteren toch naar het woord van God. We vieren toch het woord van God. Dan moet het toch ons raken. Dan moet het toch ons iets zeggen. Als we horen, ik ben gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen. Dan zijn het toch geen vrome mooie woorden uit een lang verleden. Dan is dat toch iets wat hier en nu gebeurt. Heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. Niet alleen toen in de oren van Nazareth, maar nu in de oren van Vleuten, de Meren, Leidse Rijn, onze oren, uw en mijn oren. Laten we ons weer verheugen in het woord van God, van de levende God die tot ons spreekt. Laten we weer proeven hoe zoet dat woord is. Een Vader in de hemel die tot ons spreekt. Laten we blij zijn om de barmhartigheid die Hij ons schenkt. De arm onder schouder die we ervaren als we zijn woord beluisteren en verstaan. Laten we elkaar op het feest van Gods barmhartigheid uitnodigen als gasten. En laten we de woorden ter harte nemen en gaan doen. Leven de barmhartigheid. Leven het jaar van de barmhartigheid. Amen.
komt.